Goedenavond, ik ben Christel van Driessen. Dit is mijn collega Nele van de Malen. En samen zijn wij het directieteam van de eerste graad van het Oscar Romero College. Wij hadden jullie zo graag fysiek ontvangen voor dit infomoment, maar de huidige pandemie beslist daar anders over. Dit digitaal infomoment laat ons in ieder geval toe om onszelf en de werking van de school voor te stellen. Zoals wij in school op maat van de individuele leerling werken, gaan jullie van thuis uit eigenlijk ook op maat de infoavond kunnen samenstellen. Er is eerst een algemeen gedeelte, dan nadien klikken jullie de info aan die jullie nog nodig hebben. We gaan live aanwezig zijn in de chat en daar gaan we al jullie vragen proberen te beantwoorden. Ook onze coördinatoren, Veerles, Stijn en Soetkin, zijn aanwezig om jullie alle nodige info te kunnen verschaffen. En zijn er nog onduidelijkheden na deze avond? Aarzel niet om ons te contacteren. Onze telefoonnummers en e-mailadressen vinden jullie op de website van de school www.romerocollege.be. We wensen jullie een boeiende avond toe. Hallo, ik ben Nele van de Malen. En ik ben Christel van Driessen. En samen vormen wij het directieteam in de eerste graad van het Oscar Romero College. In het eerste deel van onze infoavond duiden wij onze visie en werking van onze school. In dit deel belichten wij hoe we werken, hoe anders we zijn en waarom leerlingen en ouders kiezen voor onze school. Het Oscar Romero College kende zijn start in september 2016. Toen de vier bestaande katholieke scholen in Centrum Dendermonde beslisten om samen school te maken. Het Oscar Romero College bestaat uit een eerste graadschool en vier domeinscholen in de bovenbouw en een centrum leren en werken. In die domeinscholen verzamelen we richtingen van het derde tot en met het zevende leerjaar op verschillende campussen en die campussen liggen op een wandelafstand van elkaar. Uiteraard zijn wij een grote school, maar eigenlijk niet groter dan voorheen. Alleen is het nu specifiek voor onze school dat alle leerlingen van de eerste graad hun eigen stek hebben. We hebben 1000 leerlingen in de eerste graad. In termen van een secundaire school is dat eigenlijk een middelgrote secundaire school. In de domeinscholen kennen wij eigenlijk eerder kleine secundaire scholen met een leerlingpopulatie van 350 leerlingen tot een 650 leerlingen. We zijn dus groot in kwantiteit, maar we zijn nog veel groter in kwaliteit. En voor het Oscar Romero College betekent kwaliteitsvol onderwijs voluit inzetten op elk talent en zo reële kansen scheppen voor elk van onze leerlingen. Samen bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen. De leerlingen kennen één startplaats in de eerste graadschool en groeien dan door naar een domeinschool in de bovenbouw. Elke domeinschool heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen studieaanbod, zijn eigen cultuur. Maar we werken wel vanuit dezelfde visie en vanuit dezelfde geest. En we werken nauw samen en dat is heel belangrijk binnen ons opvoedingsproject. Bij de start van het Oscar Romero College gingen we met alle betrokken partners aan tafel zitten en stelden wij ons toekomstplan op. Leerlingen, leerkrachten, directie, bestuur gingen samen aan tafel en schreven dromen uit voor de toekomst. Die dromen zitten vervat in deze poster. Op onze school staat de leerling centraal. We vertrekken vanuit de individuele noden van de leerling. Daarnaast vinden we het zeer belangrijk dat leerlingen en personeel zich goed voelen bij ons op school. We willen een warme thuis zijn bij ons op school. We willen leerlingen ook maatschappelijk verantwoord onderwijzen. We willen hen leren om een bepaalde rol in de maatschappij op te nemen. We willen hen ook leren duurzaam te leren, zaken te leren voor de rest van hun leven en hen te leren of te stimuleren om blijvend te leren. De nieuwbouw was de start van het Oscar Romero College, maar we blijven aandacht besteden aan het moderniseren van onze infrastructuur. En tenslotte willen we vernieuwend zijn. Niet alleen onze manier van organiseren is vernieuwend, maar we willen vooral ook pedagogisch vernieuwend werken in het belang van het kind. We willen meegaan met de vernieuwingen in het onderwijs waar onze leerlingen beter van worden. Op deze poster is de paarse bouwsteen de eerste graad, want paars is de kleur van onze eerste graad. En heel symbolisch zie je dat wij de basis vormen in die eerste graad. Van daaruit gaan leerlingen doorstromen naar een van de bovenbouwen. Wij leggen daar ook de basis van het leren, van het samenleven.
Onze werking willen wij voorstellen als het Oscar Romero College als leerschool, leefschool en katholieke dialoogschool. Bij het leren is het voor ons belangrijk om te vertrekken vanuit de individuele leerling. Elk kind met zijn talenten en zijn interesses. Samen gaan we op weg om die talenten te ontdekken en verder te ontplooien. De lat hoog voor elke leerling, dat is voor ons ons motto. De lat hoog, maar niet gelijk voor iedereen. Leerlingen op maat uitdagen en prikkelen, dat is de kern van wat wij doen. We bieden op school brede basiszorg aan en zorg op maat. De brede basiszorg, dat zijn eigenlijk de maatregelen waar elke leerling beter van wordt. Die ontstaan uit vroegere begeleidingsplannen, bijvoorbeeld dyslexie, waarin vervat stond dat de leerlingen recht had op correcte notities. Toen we daarover nadachten, vonden we eigenlijk dat elke leerling beter wordt van te studeren, vertrekkend vanuit de correcte notitie. Dus hebben we dat niet meer opgenomen in een individueel begeleidingsplan voor dyslexie, maar nemen we dat op binnen onze brede basiszorg. Daarnaast is er verhoogde zorg. Dat zijn een aantal maatregelen die leerlingen nodig hebben en die bundelen we dan in dat individuele begeleidingsplan. Geen begeleidingsplan is identiek hetzelfde. Ook daar werken we op maat van de noden van de leerling. Zorg op maat betekent ook dat we leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, die extra uitdaging geven. Daarvoor hebben wij bij ons op school de plusprojecten. Leerlingen gaan tot 5 uur per week de klas uit om zelfstandig aan een ander onderwerp te werken. Op dit moment lopen in de eerste graad een plusproject Grieks, een plusproject Economie, een plusproject Programmeren en Spaans. We proberen leerlingen te stimuleren in het leren door hen uit de klas te halen en we prikkelen hen in hun nieuwe interesses. We dragen ook zorg voor onze leerlingen die kampen met ongezonde stress of faalangst met betrekking tot de school. We ontwikkelden op de school een eigen cursus om te gaan met die faalangst. Ook leerlingen die willen groeien in sociale vaardigheden, die kunnen bij ons op school terecht in een cursus rots en water. Zelfs leerlingen die niet onmiddellijk geholpen zijn of die meer uitdaging nodig hebben in het leren, kunnen terecht in de studiebegeleiding. Je ziet, bij ons op school bieden we vakinhoud aan, maar leren we ook zeker samen leven. Wij zijn niet enkel een leerschool, meer nog, we zijn een innovatieve leerschool. We streven naar vernieuwingen in ons onderwijsaanbod waar onze leerlingen beter van worden. Dan denk ik aan onderzoekend leren, uitdaging in leren, leren in samenhang. Zo bieden wij onze leerlingen in het eerste en het tweede leerjaar CLIL aan. Het letterwoord CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Of inhoud en taal worden verweven in elkaar. Leerlingen krijgen een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands. Nu, CLIL is geen verplichting. De leerlingen die ervoor kiezen, krijgen in het eerste jaar de geschiedenisles in het Frans. We willen daar nog verder in groeien, bijvoorbeeld ons aanbod uitbreiden door volgend schooljaar LO aan te bieden in het Frans. De uitdaging van CLIL ligt erin om te groeien in de vaardigheden van de Franse of de Engelse taal. En dit via activerende werkvormen groeit de kennis van zowel het niet-taalvak als van de vreemde taal. Nu, wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de grootste groeikansen zich situeren bij de spreekdurf, de spreekvaardigheid, het uitbreiden van de woordenschat, maar ook de leesvaardigheid en zelfs de luistervaardigheid. Maar meer nog, ook de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen stijgen. En dat is voor ons toch belangrijk. Want door het feit dat ze mogen fouten maken, tilt dat zich over hun spreekdurf heen, zelfs voor leerlingen met een taalachterstand. De taalvaardigheid staat trouwens niet op punten, maar de beoordeling gebeurt via een attituderapport. De beoordeling van het vak zelf gebeurt op dezelfde manier als bij de niet-CLIL-leerlingen. We streven naar vernieuwend en uitdagend onderwijs. Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor de 21e eeuwse vaardigheden. Door ons laptopproject maken we het mogelijk om tijdens het leren die kansen te grijpen die de hedendaagse technologie ons biedt. En dan denk ik aan samenwerken aan bestanden in de cloud, of heel snel informatie opzoeken, of aan de slag gaan met heel specifieke apps en programma's. De jongeren zijn opgegroeid met die digitale snufjes, zij voelen zich vertrouwd en thuis in die wereld. Dus waarom dat niet inzetten in het leerproces?
Wij zijn ervan overtuigd dat het laptopproject een educatieve meerwaarde kan zijn voor al onze leerlingen. De digitale geletterdheid is trouwens een van de 21ste eeuwse vaardigheden. Dus sinds vorig schooljaar zijn we gestart met een proeftuinproject. En die laptopklassen waren een gigantisch succes. Per deelnemende studierichtingen heeft meer dan de helft gekozen om aan de slag te gaan met een laptop in de klas. Dus we voeren dit project verder stapsgewijs in. Vanaf september 2021 bieden wij de mogelijkheid om in elke studierichting van het eerste jaar aan de slag te gaan met een laptop. Dit project blijft vrijblijvend, wat betekent dat enkel diegenen die ervoor kiezen in dit project zullen starten. Helaas gaat het aantal klassen wel nog beperkt blijven, dus volzet zal volzet zijn. Wie meer concrete info wil, kan die vinden op onze website. Vanuit onze schoolvisie, waar elke leerling centraal staat, stimuleren we en motiveren we elke leerling om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom kiezen we voor meerdere vormen en methoden om te evalueren. Dat gaat van permanente over gespreide tot een brede evaluatie. Niet het evalueren van het leren, maar evalueren om te leren is uiteindelijk ons doel. Niet alleen de kennisoverdracht is belangrijk, maar ook het bevorderen van de vaardigheden, van attitudes, van leerstrategieën zijn voor ons een basis om te evalueren. De evaluatie-instrumenten die we daarvoor gaan hanteren zijn onder andere de formatieve evaluatievormen. En dan denk ik aan het gesprek voeren met een leerling, observaties, maar ook leerlingen aanzetten tot zelfreflectie, zichzelf evalueren. Er kan ook een evaluatie van leerling tot leerling in zitten. En ook feedback is daar belangrijk. Goede feedback van een leraar, geschreven of mondeling, doet de leerling meer leren, geeft hen inzicht in hun eigen leerproces en verhoogt de motivatie. De evaluatie gebeurt niet enkel op het einde van het schooljaar of einde van een trimester, maar gebeurt doorheen het hele leerproces. Op die manier krijgen we zicht op de zwaktes en de sterktes van onze leerlingen en kunnen we hen nog beter begeleiden en uiteindelijk hen goed oriënteren. Het Oscar Romero College is dicht en nabij. Leerstof verwerken op school is belangrijk, maar ook samen de weg zoeken doorheen die puberteit. We leren onze leerlingen keuzevaardig te maken, we leren hen weerbaar te worden en we leren hen verantwoordelijkheid te nemen. Keuzevaardig, dan denken we meteen aan het maken van de juiste studiekeuze, bijvoorbeeld naar die tweede graad toe. Dat klopt, maar ook de keuzes maken in het leven die ertoe doen. Voluit kiezen voor wat goed is en nee durven zeggen tegen al die verleidingen die op hun pad komt. We willen de leerlingen maatschappelijk verantwoord onderwijzen. We willen hen een rol, een positieve rol in onze maatschappij laten opnemen en hen de dingen leren die ertoe doen voor de rest van het leven. We leren onze leerlingen om samen te leven met de anderen, met respect voor die anderen. We zijn een school waar we allemaal heel verschillend mogen zijn, maar waar we heel erg inzetten op gelijkwaardigheid. Via allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten laten we de jongeren groeien in weerbaarheid en in verantwoordelijkheid. Oscar Romero College is vooral een menselijke school met aandacht voor het individu met al zijn ambities. We willen meewerken aan de ontwikkeling van jongeren tot gelukkige mensen die dragers zijn van de maatschappij in de toekomst. We creëren binnen onze school een aangename sfeer waar leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen. Het Oscar Romero College is een katholieke dialoogschool. Wij kozen voor Oscar Romero als inspirerend figuur. Wij willen geen geloof of overtuiging opleggen. Nee, we willen in wederzijds respect in dialoog gaan met de anderen. We zijn dus een school waar we gelijkwaardig, in verbondenheid en met respect voor iedereen willen samenleven. Wij, daarmee bedoel ik wij, leerlingen, ouders, alle betrokken partijen, we werken trouwens samen aan één project. Onze jongeren coachen naar zelfstandigheid. En wij proberen dat te doen in een cultuur van inspraak, open communicatie en gastvrijheid om samen dat project te realiseren. We zetten in op een intensieve samenwerking in een open en eerlijke communicatie. We proberen die communicatie ook zo direct mogelijk te houden, vandaar dat we ook gebruik maken van het elektronisch leerplatform Smart School. Op die manier kunnen zowel leerlingen, ouders, leerkrachten heel makkelijk communiceren over berichtgeving, maar ook punten, rapporten, digitale agenda kan opgevolgd worden.
Onze aanpak weerspiegelt zich in een eerlijke en objectieve oriëntering binnen ons eigen ruimstudieaanbod en zelfs daarbuiten. Want het uiteindelijke doel is om elke jongere, om elke leerling te oriënteren naar een studierichting waar die maximale kansen heeft tot ontplooiing en ontwikkeling. Sinds 2016 kunnen alle eerstegraadsleerlingen hun intrek vinden in de nieuwbouw op campus Nachtegaal. Op de hoek van de Nachtegaalstraat en de Noordlaan is er een nieuwe sportzaal met daaronder een fietsengarage en daarnaast het nieuwe lesgebouw. De lessentechniek bij ons op school die vinden plaats in blok K in de Emiel van Winkelaan. De klassen van de co-teaching in de B-stroom die bevinden zich in blok D boven het zwembad. Tegen september 2022 zal een tweede nieuwbouw op campus Nachtegaal gerealiseerd worden. Deze nieuwbouw bevindt zich tussen het bestaande lesgebouw B en de Onze Lieve Vrouwkerk. In dat nieuwe complex komen multifunctionele projectlokalen, een nieuw MO-lokaal, PO-lokaal en een nieuwe refter. Ook de laptopklassen zullen daar een vaste stek vinden. Je ziet, we bouwen dus ook verder aan onze toekomst. Waarom kiezen voor het Oscar Romero College? Wel, het Oscar Romero College gelooft in samenwerken, samenleven en samenleren. Oscar Romero College biedt vernieuwend onderwijs aan in een warme schoolcultuur. Wij combineren het traditionele lesgeven van actieve, zinvolle werkvormen en vernieuwingen zonder in te boeten op kwaliteit. Dus binnen onze focus van ontwikkeling en vernieuwingen willen wij ook onze aanwezige kwaliteiten van de school bewaken, zijnde goed kwalitatief onderwijs, goede begeleiding, mooie resultaten van de leerlingen en dat binnen een hele sterke organisatie en structuur en in nieuwe, mooie, moderne gebouwen. Daarnaast heeft ons hele korps de tomeloze ambitie om niet alleen een krachtige, eigentijdse leeromgeving te maken van de school, maar ook een warm nest. 1 september zal er heel snel zijn en wij willen toch alvast meegeven dat we voor onze leerlingen op maandag 30 augustus een kennisnamiddag organiseren waar zij alvast kunnen kennismaken met hun klasgenoten, hun klastutularis, de werking van onze school en dan kunnen we met z'n allen samen uitkijken naar 1 september. Rest ons nog jullie van harte uit te nodigen op onze open schooldag op zaterdag 8 mei. Wij hopen uit de grond van ons hart om jullie echt fysiek te mogen verwelkomen, maar op dit moment voorzien we een volledig digitale open dag. Op deze digitale open schooldag willen we jullie een virtuele rondleiding aanbieden, de info van de verschillende studierichtingen, ook de nodige info die je nodig hebt over de laptopklassen. En we gaan ook een aanbod doen van online lessen voor onze leerlingen. Dus we kijken zeker en vast uit naar jullie komst. Tot dan. Tot dan. Het studieaanbod in het eerste leerjaar A. Wel, dan moeten we ons eerst de vraag stellen, wie kan starten in het eerste leerjaar A? Dat zijn alle leerlingen die 12 jaar zijn of 12 jaar worden in 2021. Haalde je een getuigschrift in het basisonderwijs, dan kan je starten in het eerste leerjaar A. Haalde je dat nog niet, dan start je in 1B of, zoals wij dat noemen, 1OK. In het eerste leerjaar A bestaat de lessentabel uit 27 lesuren algemene vorming. Daarnaast kunnen 5 lesuren worden voorzien om aan differentiatie te doen. Dat zijn uren waar school-eigen keuzes kunnen gerealiseerd worden. In het tweede leerjaar worden 25 uren algemene vorming voorzien. 5 uur worden besteed aan de basisoptie of de studierichting. En dan rest de school nog 2 uur om te gaan differentiëren. We bieden op onze school kwalitatief onderwijs aan op maat van de leerlingen door in het eerste leerjaar A 2 trajecten of 2 beheersingsniveaus aan te bieden.
Enerzijds hebben we het theoretisch verdiepende traject. Dit wil zeggen dat zowel de basis- als de verdiepende leerplandoelstellingen worden aangereikt. Een tweede traject is het toegepaste ondersteunende traject, waar we de leerlingen de tijd geven om enkel de basisdoelstellingen te realiseren. Voor beide trajecten zijn dezelfde cognitieve einddoelen voorzien, waarbij een uur meer of minder eigenlijk de overstap naar een tweede graad niet mag belemmeren. Uiteraard zijn er verschillen naar individuele interesses en aanleg. Door deze twee trajecten aan te bieden, de theoretische en de ondersteunende, geven we heel duidelijk aan dat we geen verlengde willen zijn van de lagere school. We willen de brug vormen met de lagere school, maar brengen wel leerlingen met dezelfde aanleg binnen homogene groepen in een klas samen. In het lessentabel voor 1A zien we 27 uur algemene vorming. Een school-eigen keuze is om Engels vanaf het eerste leerjaar aan te bieden. Je merkt ook op dat wij geen muziek aanbieden in het eerste leerjaar, maar wel in het tweede leerjaar. In het eerste jaar kiezen wij voor 2 uur beeld. Nieuw sinds de onderwijshervorming is het vak Mens en Samenleving. Daar leert de leerling een rol op te nemen in de maatschappij. Er zitten een aantal economische begrippen opgenomen in het leerplan, maar ook sociaal-relationele competenties worden daar ingeoefend. Dit vak, Mens en Samenleving, bereidt de leerling eigenlijk voor om een basisoptie of studierichting in het tweede jaar economie of welzijn en maatschappij te gaan kiezen. Naast die 27 lesuren algemene vorming in het eerste leerjaar A, hebben wij ook heel erg bewust voor elke klas in 1A gekozen voor een lesuur Coach IT of Coach IT. Coach, het woord zegt het zelf, we gaan de leerlingen coachen. We coachen hen in de sociale vaardigheden, in het leren organiseren, het leren plannen, in het leren leren, maar we reiken hen ook bepaalde IT-competenties aan. Hier zien jullie Oscar en Sally. Zij begeleiden de leerlingen in de lessen Coach IT. Dan blijven er nog 4 lesuren over. En onze ervaring leert ons dat leerlingen, dat we die vooral kunnen boeien op basis van hun talenten en interesses. Daarom opteren we ervoor om talentmodules aan te reiken. De leerlingen kunnen hierdoor hun eigen talenten verder ontdekken en ontwikkelen. Want in de eerste graad is het vooral verkennen en oriënteren om daarna een gerichte studiekeuze te maken naar de tweede graad toe. In elke talentmodule is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen, zowel binnen het ondersteunend als in dat verdiepend traject. Nog even ter herhaling, het theoretisch verdiepend traject wil zeggen dat zowel de basis- als de verdiepende doelstellingen worden aangereikt in een hoog lestempo. In het toegepast en ondersteunend traject krijgen de leerlingen meer tijd voor vooral de basisdoelstellingen. Onze eerste talentmodule, STEM. De talentmodule STEM laat de leerlingen kennis maken met STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen worden uitgedaagd om kritisch, probleemoplossend en creatief na te denken om wetenschappelijke onderzoeksvragen op te lossen. De leerlingen gaan proefondervindelijk vanuit eigen observaties en kennis actief op zoek naar oplossingen. We bieden de talentmodule STEM aan om de 2 abstractiesniveaus, enerzijds STEM-wetenschappen en anderzijds STEM-technieken. In STEM-wetenschappen krijgen de leerlingen naast een 2 uur STEM 1 uur extra wiskunde. Het betekent niet dat ze meer tijd krijgen voor wiskunde, nee, integendeel, ze krijgen extra wiskunde aangeboden in functie van de talentmodule STEM. Omdat deze wiskundeknobbels niet altijd talenknobbels zijn, hebben we voor Frans een flextraject uitgewerkt. Dus dat betekent voor leerlingen die sterk zijn, vinden daar meer verdieping of krijgen meer verdieping Frans. Wie meer tijd nodig heeft, gaat dat ook krijgen. Per 2 klassen komt er een 3de leerkracht Frans bij, zodat er in kleinere groepen gedifferentieerd aan de slag kan gegaan worden. Met deze flexwerking gaan we inspelen op de diversiteit van de leerlingen, zodat nog meer leerlingen nog beter en nog meer tot lering komen. Binnen de talentmodule STEM-technieken bieden we voor wiskunde een flexibel traject aan. Dus leerlingen gaan meer tijd en begeleiding krijgen om de leerstof onder de knie te krijgen. Binnen hun eigen module, technologie en engineering, zullen de leerlingen 3 uur op een praktische manier kennis maken met alle STEM-facetten. Ze proberen de technische basisprincipes zelf uit.
In onze talentmodule Sportwetenschappen ligt de nadruk op de extra sport, maar eveneens op de theoretische wetenschappelijke benadering en op het verdiepend traject wiskunde. Voor Frans werken we net zoals bij de talentmodule STEM-wetenschappen met een flexibel traject. Voor diegenen die meer verdieping nodig hebben, zijn we er, maar ook eveneens voor de leerlingen die meer tijd en begeleiding nodig hebben. We kunnen dus met andere woorden gaan differentiëren. In de talentmodule Sport bieden we naast sport een flexibel traject voor wiskunde aan, gekoppeld aan een traject taalondersteuning. En die taalondersteuning die kan zowel gegeven worden voor Frans als voor Nederlands. Twee taalleerkrachten komen samen in de klas en bieden taalondersteuning aan op maat. Nog even ter herhaling. Dus leerlingen die graag sporten vinden zeker en vast hun gading in een van deze twee talentmodules. Enerzijds de talentmodule Sportwetenschappen is een combinatie van sport met een grote portie wiskunde en wetenschappen. Sport is voor de sportievelingen die interesse hebben voor een gezonde levensstijl en zorg voor het menselijk lichaam. Om dat even concreet te maken, ga ik misschien een thema aanhalen, gezonde voeding. Binnen de talentmodule Sport gaat men heel uitgebreid op zoek naar wat is gezonde voeding. Men gaat dat gaan bestuderen. Binnen de talentmodule Sportwetenschappen gaat men nog één stap verder en gaat men ook op zoek naar een wetenschappelijke benadering. Bijvoorbeeld, wat is de invloed van gezonde voeding op mijn sportieve prestaties? De talentmodule Maatschappij en Welzijn bieden we enkel aan in het toegepast ondersteunend traject. Met daar waar nodig ondersteuning voor taal en wiskunde. In de module Welzijn proeven de leerlingen van het sociale karakter van deze optie. De bedoeling is om de leerlingen te laten kennismaken met alle mogelijke facetten van gezondheid en welzijn. Leerlingen die voor deze talentmodule kiezen zijn sociaal voelend en willen ook begrijpen hoe de mens binnen onze samenleving functioneert. Daarnaast willen ze ook hun eigen sociale vaardigheden verder en beter ontwikkelen. De talentmodule Taal en Wetenschappen bieden we enkel aan in het theoretisch verdiepend traject. Deze leerlingen hebben een brede belangstelling voor de algemene vorming, maar willen zich vooral verdiepen in taal. Zowel Frans, Nederlands als Engels boeit hen, maar ook alles wat te maken heeft met die cultuur van die taal. En dan gaat het over spreken, het schrijven van de taal, de woordkunst, cultuur van de taal, drama. Alles komt aan bod in de module Taalatelier. We bieden daarbij een verdiepend traject aan voor Frans en een flexibel traject voor wiskunde. De talentmodule Klassieke Talen biedt 4 uur Latijn aan per week en een introductie aan Grieks. Dit is een talentmodule voor leerlingen die naast het theoretisch verdiepend aanbod ook nog een extra taal willen aanleren. Met 4 uur Latijn per week bouwen de leerlingen een woordenschat op, leren ze de spraakkunst en geraken ze langzamerhand vertrouwd met het leven van de Romeinen. Latijn helpt leerlingen beter te redeneren en dieper na te denken. De kennis van die oude taal geeft dan ook een beter inzicht in de moderne vreemde talen. Ze gaan op ontdekking in het Grieks-Romeinse wereld, een pijler van onze West-Europese beschaving en democratie. In het tweede leerjaar A bieden wij 25 uur algemene vorming aan. Je ziet dezelfde vakken uit het eerste leerjaar terugkomen. Met uitzondering natuurlijk van die 2 uur beeld die vervangen worden door 2 uur muziek. Binnen die algemene vorming werken wij opnieuw met het theoretisch verdiepende traject en het ondersteunend toegepaste traject. Dus eigenlijk zit daar toch wel wat verschil op. Voor studierichtingen binnen de theoretisch verdiepende traject worden zowel basis- als verdiepende leerplandoelstellingen van al deze algemene vakken aangereikt. Studierichtingen die gesitueerd zijn binnen het toegepast ondersteunende traject, wel daar krijgen leerlingen meer tijd om de basisdoelstellingen voor de vakken te bereiken. Naast die 25 uur algemene vorming kiezen de leerlingen in het tweede jaar een studierichting of basisoptie die 5 lesuren inneemt. Wij hebben zelf al een school-eigen keuze gemaakt om in elk van deze basisopties, in elk van de klassen van het tweede jaar, in te zetten op een uur coach IT. Dus dat uurtje uit het eerste jaar wordt verder gezet in het tweede jaar. Weliswaar leggen wij hier wel de klemtoon op het maken van een juiste studiekeuze naar de tweede graad toe. De leerlingen uit de talentmodule Klassieke Talen uit het eerste jaar kiezen voor de combinatie van de klassieke talen in de basisoptie Grieks-Latijn of voor de basisoptie Latijn. Een logische vervolgkeuze van de talentmodule Talen en Wetenschappen in het eerste jaar is de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen. Je merkt dat de basisoptie Grieks-Latijn, Latijn
en moderne talen en wetenschappen bij ons op school enkel wordt aangeboden in het verdiepende traject. Het vak Mens en Samenleving laat alle leerlingen in het eerste jaar kennis maken met een richting economie of welzijn en maatschappij. Op basis daarvan kunnen leerlingen dus kiezen voor de basisoptie economie en organisatie of welzijn en maatschappij. Deze twee basisopties bieden wij op de twee beheersingsniveaus aan. Je merkt ook in de naamgeving dat wij de V gebruiken voor de aanduiding verdiepend traject. De B staat voor basis, de basisleerplandoelstellingen die hier worden aangereikt. Voor het interessegebied STEM zijn er twee basisopties, STEM-wetenschappen en STEM-technieken. Dit zijn logische verderzettingen van de talentenmodules in het eerste jaar. Wie een vervolgtraject sport wil volgen, in het tweede jaar kiest voor de basisoptie maatschappij en welzijn in combinatie met 2 uur extra sport. Wie zijn sportwetenschappen uit het eerste jaar wil verderzetten, kiest de basisoptie moderne talen en wetenschappen. Hier verschillen we wel van de basisoptie moderne talen en wetenschappen, die hier iets eerder is genoemd. We maken hier bewust een keuze om hier slechts 2 uur talen aan te bieden en 3 uur wetenschappen, dit opnieuw in combinatie met 2 uur extra sport. We willen onze leerlingen keuzevaardig maken, dus de leerlingen in het tweede jaar krijgen de vrijheid om zelf 1 lesuur in te vullen. Ze kiezen een semester lang voor een semester proeven van een andere studierichting. Dit om hen te helpen om de juiste studiekeuze te maken naar de tweede graad toe. Het andere semester gaan zij zich verdiepen in een bepaald vak of worden ze juist geremedieerd voor een bepaald vak. Heb je een keuze gemaakt, dan zien of horen we je graag terug. Hou zeker de website goed in de gaten, www.romerocollege.be. Daar kan je brochures aanvragen, flyers aanvragen en vanaf 1 februari start ook daar de inschrijving. Vanaf 1 februari kunnen leerlingen die broers of zus hebben op de school al inschrijven, andere leerlingen moeten wachten tot 1 maart. Bij die inschrijving zullen we meteen ook peilen naar jullie interesses voor de klillessen of voor de laptopklassen. 1 september zal er heel snel zijn. En wij willen toch alvast meegeven dat we voor onze leerlingen op maandag 30 augustus een kennisnamiddag organiseren, waar zij alvast kunnen kennismaken met hun klasgenoten, hun klastitularis, de werking van onze school. En dan kunnen we met z'n allen samen uitkijken naar 1 september. Rest ons nog jullie van harte uit te nodigen op onze Open Schooldag op zaterdag 8 mei. Wij hopen uit de grond van ons hart om jullie echt fysiek te mogen verwelkomen, maar op dit moment voorzien we een volledig digitale open dag. Op deze digitale open schooldag willen we jullie een virtuele rondleiding aanbieden, de info van de verschillende studierichtingen, ook de nodige info die je nodig hebt over de laptopklassen. En we gaan ook een aanbod doen van online lessen voor onze leerlingen. Dus we kijken zeker en vast uit naar jullie komst. Tot dan. Tot dan. Wie kan starten in het secundair onderwijs? Elke leerling die 12 jaar is of 12 jaar wordt in het jaar 2021. Behaalde je als leerling een getuigschrift basisonderwijs, dan start je in eerste leerjaar A. Behaal je dat getuigschrift nog niet, dan start je in eerste leerjaar B of in 1 OK, zoals wij die optie hier bij ons op school noemen. Op het einde van het eerste leerjaar B behaal je alsnog een getuigschrift. Dus 1 OK is dik oké. We nemen jullie mee in de structuur van de eerste graad. Het eerste jaar van de vernieuwde eerste graad biedt leerlingen 27 uur algemene vorming aan en een keuzegedeelte van 5 uur om te remediëren, uit te dagen en kennis te maken met verschillende domeinen. In het tweede leerjaar B zijn 20 uur algemene vorming voorzien en daarnaast 10 uur voor de basisopties en 2 uur voor differentiatie. Het pakket van de algemene vorming zal in de meeste katholieke scholen op dezelfde manier ingevuld worden. Het keuzegedeelte is eigenlijk eerder de vrijheid van de school om dat in te vullen. Hoe wij dat invullen met het Oscar Romero College, daarin nemen we jullie nu mee. Een eerste leerjaar B voor wie? Wel, indien de leerling een leerachterstand opgelopen heeft in de basisschool of indien de leerling minder voelt voor overwegend theoretische lessen, dan kan die terecht in het eerste leerjaar B. Leerlingen in 1B leren graag aldoende en minder uit de boeken. De leerlingen in 1B krijgen ook meer tijd om de leerstof te verwerken.
Dit zijn de lessentabellen van de algemene vorming in 1b. Je ziet in die vakken dat leerlingen in 1b van bij het begin zowel Engels als Frans aangeleerd krijgen. Het vak MAVO, of maatschappelijke vorming, omvat lessen economie, lessen maatschappelijke vorming en het vak natuur en ruimte staat voor aardrijkskunde en wetenschappen. Die 27 uur algemene vorming die hebben wij vanuit de school gekozen om aan te vullen met 1 lesuur beeld, 1 lesuur LO en 1 lesuur ICT. We hebben bewust voor die vakken gekozen omdat leerlingen van de B-stroom doe-leerlingen zijn, dus hebben we ook voor doe-vakken gekozen. Wat is nu dat lesuur ICT? Of we noemen het eigenlijk ook wel Coach IT, Coach IT. Wel, de overstap van de lagere school naar de eerste graad, dat is een grote overstap. We mogen dat niet onderschatten. En we helpen onze leerlingen graag om zich te organiseren, om te plannen. En in dat lesuurtje neemt de klastitularis daar een begeleidende rol in. In dat leren leren, in dat leren organiseren. Maar we bieden daar ook een aantal IT-lessen aan. En we oefenen daar ook de sociale vaardigheden binnen dat lesuur Coach IT. Hier zien jullie ook Sally en Oscar. Zij begeleiden de leerlingen doorheen de lessen Coach IT. Voor de overige 2 lesuren in de lesweek laten we de leerlingen eigenlijk zelf keuzes maken. Zij stellen zelf hun eigen talentmodule samen. En wat is een talentmodule? Wel, het woord zegt het zelf. Dat is een les waar leerlingen hun eigen talenten en interesses leren ontdekken en ontplooien. In 1b hebben zij keuzes uit 4 talentmodules. Ze kiezen voor de talentmodule Office, dat is voor leerlingen die graag met de computer werken. Daarin kunnen ze al eens proeven van een administratieve job. Of ze kiezen voor een talentmodule Lifestyle, waar ze op zoek gaan naar de moderne trends rond voeding en mode in onze maatschappij. De talentmodule Expressie is voor leerlingen die leren om zichzelf uit te drukken in beeld, woord of muziek. De leerlingen die kiezen voor de module STEM, die breiden eigenlijk de lessentechniek uit en gaan technisch aan de slag. De leerlingen kiezen 2 van de 4 talentmodules. Het traject in de B-stroom is een flexibel 2-jarig traject waaraan co-teaching wordt gedaan. Co-teaching, dat wil zeggen dat de leerkrachten steeds met 2 in de klas staan. Waarom doen we dit? Om leerlingen op maat uit te dagen en om binnen de klas te gaan differentiëren. We kiezen er bewust voor om het aantal leerkrachten binnen 1b te beperken. Die beperkt aantal leerkrachten, dat zijn de vertrouwenspersonen en het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en ouders. In de lessentabellen van 2b vind je 20 lesuren algemene vorming of basisvorming, aangevuld met 2 uur ondersteuning onder de vorm van Coach IT en ICT. Je ziet hier dezelfde vakken uit het eerste leerjaar terugkeren. De 20 uur algemene vorming worden aangevuld met 10 uur basisoptie. Elke leerling mag op basis van zijn interesses 2 basisopties kiezen. In een, om het even welke combinaties. 2 keer 5 uur of ze kunnen ook kiezen voor een pakket van 1 keer 10 uur binnen de basisoptie stemtechnieken. Dus de keuzes die ze kunnen maken van de basisopties gaat over kunst en creatie, maatschappij en welzijn, economie en organisatie, stemtechnieken onder de vorm van 5 uur of voor de volledige optie van 10 uur binnen Stemtechnieken Plus. Met deze basisopties hebben onze leerlingen in het eerste jaar al kunnen kennismaken binnen de talentmodule. Op die manier proberen we onze leerlingen te helpen om een weloverwogen studiekeuze te maken. Heb je een keuze gemaakt, dan zien of horen we je graag terug. Hou zeker de website goed in de gaten, www.romerocollege.be. Daar kan je brochures aanvragen, flyers aanvragen en vanaf 1 februari start ook daar de inschrijving. Vanaf 1 februari kunnen leerlingen die broers of zus hebben op de school al inschrijven, andere leerlingen moeten wachten tot 1 maart. Bij die inschrijving zullen we meteen ook peilen naar jullie interesses voor de laptopklassen. 1 september zal er heel snel zijn en wij willen toch alvast meegeven dat we voor onze leerlingen op maandag 30 augustus een kennisnamiddag organiseren waar zij alvast kunnen kennismaken met hun klasgenoten, hun klastitularis, de werking van onze school en dan kunnen we met z'n allen samen uitkijken naar 1 september.
Rest ons nog jullie van harte uit te nodigen op onze Open Schooldag op zaterdag 8 mei. Wij hopen uit de grond van ons hart om jullie echt fysiek te mogen verwelkomen, maar op dit moment voorzien we een volledig digitale open dag. Op deze digitale Open Schooldag willen we jullie een virtuele rondleiding aanbieden, de info van de verschillende studierichtingen, ook de nodige info die je nodig hebt over de laptopklassen. En we gaan ook een aanbod doen van online lessen voor onze leerlingen. Dus we kijken zeker en vast uit naar jullie komst. Tot dan. Tot dan. Ik ben Juri de Blauwe, algemeen directeur van de school en ik neem jullie graag mee in de modernisering van het secundair onderwijs en het richtingenaanbod op het Oscar Romero College. De modernisering van het secundair onderwijs is gestart in 2019 en wordt nu jaar na jaar verder uitgerold. Dit wil zeggen dat leerlingen die nu instappen in het secundair onderwijs het volledige traject van de modernisering zullen doorlopen. In de eerste graad wordt gewerkt met een getrapte studiekeuze om dan vanaf de tweede graad de richtingen te bundelen in een matrix. In die matrix heb je een horizontale en een verticale component. Die horizontale component die slaat op het abstractieniveau. In de eerste kolom vinden we de doorstroomrichtingen, de richtingen die specifiek voorbereiden op verder studeren. De tweede kolom is een dubbele finaliteit. Daar bereidt men zowel voor op het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. En in de derde kolom staan de richtingen die specifiek voorbereiden op de arbeidsmarkt. Natuurlijk, als je kiest voor de arbeidsmarkt, met alle mogelijkheden tot levenslang leren die daartoe behoren. Op de verticale as vinden we de studiedomeinen of belangstellingsgebieden. Men heeft de richtingen zo geordend dat ze gegroepeerd worden per belangstellingsveld. Er zijn in het totaal 8 studiedomeinen waarvan we er binnen het Oscar Romero College 5 aanbieden. Het eerste studiedomein is economie en organisatie. In economie en organisatie zoeken we leerlingen met een sterk commercieel talent. Leerlingen die willen uitblinken in het ondernemen. Leerlingen die met ons op weg willen gaan om die talenten te gaan ontwikkelen. Het tweede domein, maatschappij en welzijn. Daarvoor zoeken we leerlingen met sterke sociale competenties. Leerlingen die in de zorg willen werken of die rond het maatschappijbeeld verder willen onderzoek plegen. Het STEM-domein, Science, Technology, Engineering en Mathematics. Daar zoeken we bij wijze van spreken de burgerlijke ingenieurs van de toekomst, maar ook de mechaniekers van de toekomst. Dus de leerlingen die een sterk technisch inzicht koppelen aan wetenschappelijke interesse. Het studiedomein taal en cultuur, dat spreekt voor zich. Leerlingen die graag met taal bezig zijn, die expressief zijn, die zich graag uitdrukken, die graag schrijven en die dat alles dan ook nog eens koppelen aan een breder cultureel veld. Het studiedomein sport is nieuw op het Oscar Romero College. In het studiedomein sport kunnen leerlingen terecht die heel sportief zijn, maar ook een sterke wetenschappelijke interesse hebben. Naast de 5 studiedomeinen hebben we binnen het Oscar Romero College ook een centrum leren en werken. In het centrum leren en werken vinden leerlingen een plaats die algemene vorming willen combineren met leren op de werkvloer. Vanaf hun 15e kunnen zij op deze manier een onderwijskwalificatie halen. Bij de start van het Romero-project in 2016 zijn wij al begonnen met het indelen van onze richtingen op basis van studiedomeinen.
Wij kunnen ons op deze manier de voorlopers van de modernisering noemen. Door die ervaring, door ons ruim richting en aanbod en door ons enthousiasme zijn we er zeker van dat wij elke leerling op de juiste plaats kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt of op het verder studeren. Er is ook een matrix voor de derde graad ontwikkeld. En ook daar kan je al de richtingen vinden die wij toekomstgericht zullen aanbieden. Het volledige richtingenaanbod van het Oscar Romero College is te vinden op onze website. Ik ben Marie en ik zit in 2 moderne talen, wetenschappen, sport. Ik heb voor deze richting gekozen omdat ik heel graag sport. En we leren ook wat we moeten doen als we bijvoorbeeld een brandwonde hebben of als er iemand gaat verdrinken. En dat vind ik ook super interessant. Je kan eigenlijk een beetje van alles doen, want er zit ook de talen in en de wetenschappen. Bij moderne talen gaan we niet alleen meer talen krijgen, maar ook de geschiedenis van taal gaan bestuderen. En in wetenschappen doen we ook proefjes en we babbelen ook over de gezonde voeding. Dus dat is een heel open richting. Er zit ook de moderne in, dus ja, dat is een beetje van alles eigenlijk. Dus je kan heel veel kanten opgaan. Ik wil later kinesist worden, omdat dat mij wel interesseert hoe dat ons lichaam in elkaar zit. Nu zijn we bezig met zelf activiteiten te verzinnen. En vorig jaar hebben we zelf een gezonde voeding moeten uitvinden. Ik vind dat vooral voor een leerling is die heel sportief is, maar ook wel geïnteresseerd is in de wetenschap ervan. En die misschien ook wel geïnteresseerd is in hoe ons lichaam in elkaar zit en hoe dat evolueert. Dus als je dat leuk vindt om te experimenteren samen met die sport, dan denk ik dat dat echt wel iets voor u kan zijn. Ik heet Cedric en ik zit in 2B. Ik ben in 1B geraakt omdat ik in het vijfde leerjaar wel moeilijke momenten had met studeren en zo. Ik had echt gewoon geen zin om te studeren. Nu vind ik het wel beter dat ik in B zit, omdat we dan 2 leerkrachten hebben. En dat is ook dan gemakkelijker om te volgen. Huiswerken mogen op school gedaan worden, zodat we niet alles thuis moeten doen, behalve studeren. Maar dat valt nog best wel mee. Er zijn een aantal uren dat je kunt kiezen. In het eerste zijn dat op de computers of expressie. En in het tweede is dat kunst en creatie, maatschappij en welzijn en nog 2 andere vakken. Ik heb kunst en creatie en maatschappij en welzijn gekozen. Dat is wel alles wat ik wel een beetje leuk vind. Omdat je daar de vakken hebt van beeld, toneel, dans, acteren, zingen. En ja, later zou ik wel graag zanger of acteur worden. En maatschappij welzijn, dat zouden wel kinderen kunnen zijn die graag later in sociaal of zo rusthuis zouden willen werken. Ik heb deze school gekozen omdat dat een van de dichtste bij mij thuis was. Het leek wel een leuke school door al die tussen die vakken dat je kon kiezen. Mijn tips voor de eerste jaren zou zijn dat ze doen wat ze zelf leuk vinden. En dat ze, het is niet omdat je vrienden dan een ander vak kiezen, dat ze die ook moeten kiezen. Dat ze echt kiezen wat ze zelf leuk vinden. Ik ben Alyssa. Ik ben Thibaut. Ik ben Brent. Ik ben Mauro. En ik doe stemwetenschappen. Stemwetenschappen is een richting waar dat je niet alleen wetenschappen gaat doen, maar je gaat ook een beetje techniek doen. Je leert ook wiskunde. Het leuke is dat je meer op onderzoek uitgaat dan bij de rest van de richtingen. Ik vind het wel interessant om te achterhalen waarom zoiets is. En dat je zo van die projectjes maakt, zoals een robotje en je sticht dan je potlood in en dan slijft je dat. Ik heb voor stemwetenschap gekozen omdat ik graag wiskunde doe en logisch nadenken. Dat past ook een beetje bij mij. Ik wil later geneeskunde gaan studeren. En ik zou graag programmeur worden. Ik wil later acteur worden, maar ja, dat kan over de jaren nog iets anders worden. Dus als je stem gaat studeren, kun je eigenlijk later nog veel richtingen uit. Ik kijk er naar uit om nog met de Arduino te werken. Dat is een klein moederbordje dat je kan programmeren met de computer. Waar dat ik naar uitkijk dit jaar, is dat we een duikboot gaan maken. En die kan duiken, zweven en drijven op het water.
STEM-wetenschappen is ook even goed voor meisjes als voor jongens. Dat is gewoon voor mensen die graag later iets willen uitvinden misschien, of die technische dingen willen gaan doen, geïnteresseerd zijn in wetenschap. En dat betekent niet per se dat dat een jongen moet zijn. Een vrouw kan ook even goed iets uitvinden. Ik ben Brit en ik doe klassieke talen Grieks-Latijn. De richting is denk ik vooral voor de taalknobbel. En ook iemand die graag studeert en ervoor wilt werken. Want als je er je voeten aan veegt, dan ga je er echt niet komen. De cultuur die interesseert mij ook. De taal die heb ik eraan bijgenomen, maar op zich vind ik dat nog wel leuk. Maar ik heb het vooral ook een beetje voor de cultuur gedaan, omdat die cultuur van Rome en Italië en zo, dat interesseert me wel heel hard. De meesten die dat Latijn volgen, die doen dat meestal omdat als je dokter of kinesist wilt worden, die spieren, dat zijn Latijnse namen. En die zie je al in het zesde middelbaar misschien en daarom dat velen dat doen, omdat het dan gemakkelijker is. Ik zou graag later misschien dokter worden, maar ik ben nog niet helemaal zeker. Ik ben naar hier gekomen omdat hier heel veel vrienden en vriendinnen van mij zitten. En ook omdat het voelde hier goed aan en dat had ik in andere scholen niet echt. Ik vind dat hier een goede sfeer hangt. Voor de leerlingen die Latijn willen volgen zou ik nog een paar tips geven. Doorzettingsvermogen hebben en goed je best doen. In jezelf geloven en heel regelmatig je woordjes herhalen, want die zijn heel belangrijk. Ik ben Marten en ik studeer maatschappij en welzijn. Ik wou graag een sociale richting doen omdat ik later leerkracht wil worden. Mijn richting houdt in dat je zeg maar meer over mensen gaat leren. Projectwelzijn is echt wel, vind ik, het leukste vak dat er is. Dat houdt eigenlijk in dat je over mensen leert, over hoe dat we ons moeten gedragen en hoe dat we zijn. Niet over hoe dat de mens eruit ziet en hoe dat we zijn geëvolueerd, maar echt over het sociaal gedrag van de mens. Ik heb voor deze school gekozen omdat mijn zussen hier hebben gezeten en zeiden dat hier een heel toffe school was en ik geloof in, daarom dat ik hier ben naartoe gekomen. In deze school heb je heel veel richtingen. En als je niet graag wiskunde doet of je sport niet echt heel graag, is er nog heel veel keuze over. Mijn favoriete plekje is dan de tribune, omdat daar komen ook heel veel mensen samen en je zit daar ook op je gemak. Daarmee. De sfeer is wel goed, want we zijn allemaal aan elkaar gehecht. We kunnen ook goed overeenkomen met iedereen. Het is niet uitsluitend. Er gebeurt misschien een ruzie, maar dat wordt wel snel opgelost. Mijn tip is om niet te veel stress te hebben, om er niet te veel over na te denken van ik ga naar een grote school, nu gaat alles anders gebeuren. En meestal zijn er ook wel vrienden op die school of je maakt heel veel vrienden. Ik ben Nena. Ik ben Nine. En wij doen moderne talen. Moderne talen baseert zich eigenlijk vooral op de talen. En dat is dan Frans, Nederlands en Engels. Bij wetenschappen doe je meestal het eerste uur wat theorie en in het boek en zo. En het volgende uur doe je dan echt proefjes en dingen onderzoeken hoe dat ineen zit. En wetenschappen bestaat eigenlijk uit fysica, biologie en chemie. Ik heb daarvoor gekozen omdat je hebt talen, maar je kunt ook nog later iets anders doen. Ik zou graag later misschien juf worden of psycholoog, maar dat is wel moeilijk. Maar moeilijk gaat ook. Ik weet nog niet echt wat ik later wil doen. Ik ben nog volop aan het denken en aan het zien waar ik me goed bij voel. Bij welk vak, dat ik echt zeg, oké, dit is echt wel iets voor mij. Maar tot nu toe weet ik het nog niet echt. Ik zat eerst op de Duizendpoot in Berlaren. En dat is eigenlijk een lagere school van het Oscar Romero College. En eerst wilde ik eigenlijk lang naar een andere school gaan. Maar ik heb toch gekozen voor deze school, omdat het dichter bij huis is. En ik zag meer mogelijkheden op deze school. Ik ben naar hier gegaan omdat dat ook redelijk dicht bij huis is. En mijn zus gaat hier ook. En ik vind het wel echt een goede school. Ik leer hier veel bij. De sfeer is allemaal goed en zo. Mijn tip of boodschap is eigenlijk dat je niet te veel stress moet hebben voor zo het middelbare en grote school, want dat valt eigenlijk allemaal heel goed mee. De sfeer zit hier ook heel goed. Als je nog niet direct vrienden zou hebben, ga je daarop maken, want iedereen is hier heel lief en zegt wel van kom er maar bij. Dus niet te veel schrik hebben.
Vorig jaar in het begin toen we kwamen waren er allemaal vlaggetjes en zo. Dat is ook wel leuk om als eerste schooldag daartoe te komen met zo muziek en vlaggetjes en zo. Ja, dat is wel leuk. Ik ben Pepijn. Ik ben Chris. En wij zitten in stemtechnieken. Ik heb voor stemtechnieken gekozen omdat ik graag met mijn handen werk. Ik doe deze richting graag omdat ik later in de defensie wil zitten. Ik wil daar aan voertuigen werken en ik vind dat leuk. Vroeger deed ik al graag knutselen en nu is dat toch wel moeilijker knutselen. Mijn favoriete vak op school is techniek. Dingen bouwen die ik leuk vind. Dat zijn dan projectjes zoals motortjes maken of aftrekkers, naamplaatjes, robots. In hout. Voor de rest is dat eigenlijk zoals gewoon les volgen en wij hebben dan meer techniek. Ik heb gekozen voor Oscar Romero College omdat ik er eigenlijk al op school zat in de lagere school, dus ik dacht van dat is handig. En ik heb gekozen voor Oscar Romero omdat veel klasgenoten van mijn oude school ook voor Oscar Romero hadden gekozen en ik ken hier ook mensen van vroeger. Deze school is ook heel groot en hier wordt hier ook niet zoveel gepest. Ik zou eigenlijk vooral stemtechnieken aanwijzen, omdat ik vind dat dat een beetje hetzelfde niveau is als de basisonderwijs. Techniek is niet zo'n moeilijke vak, dus als je graag met handen werkt, zou ik dat doen. Mijn naam is Lendis. Mijn naam is Siani en wij zitten in 2 maatschappij, welzijn en sport. Ik heb voor deze richting gekozen omdat het een uurtje extra LO is en ik sport heel graag, dus dat is heel handig. Voor mij wel ook een beetje hetzelfde, omdat ik ook wel graag sport en ik doe het ook wel veel in de week. Maatschappij welzijn, dat is een beetje het echte leven. Zo koken, zo een beetje van alles knutselen en zo. Alles zelf leren doen, zelfstandig werken. En ja, we hebben dan sport 2 uur meer of 1 uur meer dan andere richtingen. Ik zou graag kinesist worden, omdat ik vind dat dat goed verdient. Ja, ik wil ook wel kinesist of sportleerkracht worden. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik hier ook in het lager heb gezeten. En ik vond dat wel nog een goede school. En het is dichtbij, dat is ook wel handig. We hebben wel een goede klasgroep. Leuke leerkrachten dan. Ja. We hebben nu wel een jongensklas, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus, want er kunnen ook gewoon evengoed allemaal meisjes in die klas gezeten hebben. Mijn tip voor nieuwe leerlingen is niet te veel stress hebben. Mijn tip is gewoon blijf voor jezelf en ja, het komt wel alles goed. Ik ben Thaisa en ik zit in economie en organisatie basis. Ik ben Rosien en ik zit in economie en organisatie verdieping. In het begin was dat zo vooral over wat is een ondernemer en zo. En dan nu zitten we al een heel stuk verder en zitten we er al dieper en verder in. Verder in het jaar leer je eigenlijk hoe je moet omgaan met onderhandelen en hoe je op een goede manier dingen kunt verkopen of aankopen zonder echt kosten te maken. Het is echt hoe je een bedrijf kan oprichten puur om winst te maken. Dat is wat we eigenlijk leren bij economie en organisatie. Ik weet nog niet wat ik wil worden, maar ik weet wel dat ik zo geen verzorging of zo later in het leven ga doen, maar dat ik zo eerder zo boekhouding of zo zou doen of bedrijf oprichten. Dus ja, dan is economie wel de beste richting die ik eigenlijk kan volgen, zeg maar. Ik denk dat je met economie veel kunt doen, omdat dat is in veel jobs heb je wel iets kleins met economie. Mijn tip is goed je best doen, goed proberen leren, al van in het begin dat je kunt leren en studeren, want je hebt dat echt wel nodig. Als je niet kunt studeren, dan ga je in economie niet veel kunnen doen, want je moet echt begrippen kennen. En dat is niet dat je dat moet kunnen, je moet dat echt weten. Je moet ook goed kunnen plannen, denk ik.